Hoi, welkom bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik sta vandaag voor het TU Thijssenhuis, want ik ga jullie namelijk een rondleiding geven door het TU Thijssenhuis en wat hier allemaal te doen is. En ook in het huis hier naast mij. Het Koos Stamhuis. En dan kom je hier. En dan kom je hier bij de opening terecht. Dan heb je nog een kantine. Openingstijden niet heel onbelangrijk. En dan als je teruggaat vanaf de ingang daar, dan loop je hier gewoon zo rechtdoor. Yay! Nou, bij de lift gaan we natuurlijk de lift mee naar de eerste verdieping. In het Usability Lab wordt van alles gedaan door CMD-studenten. Uiteindelijk komen we hier bij de patronen die ik heel erg ken, want dit zijn de patronen van ICT. Yay! Op de vijfde verdieping van TU Thijssenhuis is een soort van tunnel, die staat daar. En er is hier achter mij volgens mij de biologieafdeling. Nou, hier is dus de tunnel die het TU Thijssenhuis en het Koos Stamhuis samenbrengt. Dus daar gaan we nu doorheen. Het zijn wel allemaal van die opgezette diertjes. Als je daar gevoelig voor bent, dan zou ik gewoon omlopen en via hier beneden zo gaan. En als je daar niks tegen hebt, dan kun je gewoon lekker de tunnel nemen. De tunnel die de twee gebouwen met elkaar verbindt, die brengt uiteindelijk van de vijfde verdieping van TU Thijssenhuis naar de vierde verdieping van het Koos Stamhuis. Wat je uiteindelijk allemaal nog meer hebt in het Koos Stamhuis is de bibliotheek. Daar heb ik ook een video over gemaakt. Dan op de eerste verdieping heb je natuurlijk dan de bibliotheek, maar de eerste verdieping is ook van het floor. En hier kan je in de stilteruimtes werken. Floor heeft over het algemeen gewoon heel veel plaats van studieplekken en toetsruimte en stiltewerkplekken voor de leerlingen van HVA. Nou, ik sta hier voor de ingang / uitgang van het Koos Stamhuis. Dit was de rondleiding door het Koos Stamhuis en het TU Thijssenhuis. Wil je nog meer rondleidingen zien, klik dan hier. Klik hier om meer te weten te komen over de dingen die er te doen zijn op de HVA. En abonneer je hier op ons kanaal. Tot de volgende keer.